No joke, boy, hij komt hier naartoe gelopen. Ah, ik ga dood. Ja, waar we eigenlijk allereerst al stonden, net de achterkant geprobeerd, bijna bij het kasteel gekomen, kwamen de honden. Dus we dachten, laten we dom zijn en hier nog een keer proberen. We gaan gewoon, bro. Je begint en eindigt het avontuur. Ja. Of misschien in het ziekenhuis, wie weet. Ga jij dit keer eerst? Jij bent nog niet overheen gegaan, hè, Tim? Ja, kom. Ik kan daar rechts omheen pakken. Zo, oké. Succes, man. Yes, thanks. Nee. Daphne probeert daarom via een boom nog daar te komen. En er zit echt een super dikke gracht tussen ons en het kasteel. Dus misschien moeten we een keer terug met de kaplaarzen. Ik ben bang dat dit er niet wordt. Bro, een horloge. Er zit tussen gevallen. Fucking horloge van 200 fucking euro ligt tussen een fucking spleetje. Het is Daphne gelukt om aan de overkant van deze gracht te komen. Maar zijn horloge viel tussen de rand, tussen de bakstenenrand. Zo'n horloge van 200 euro viel tussen die bakstenenrand. En ik ben nog steeds bang dat er een hond komt. Daaronder, hier tussen die piepschuim ligt die. Oké, je kan best met je linkerhand hier tussen gaan. Oké. Ik heb even Devin's tas op mijn buik. Ik ga in mijn eentje terugrennen over dat veld. Devin en Jim gaan nog even dit gebouw in. Ik ga terug naar Govert, die is ondertussen al een uur aan het wachten op ons. Dus dan heeft hij weer een beetje gezelschap. Jongens, succes. Oh shit, 200 euro. March. Ik zei echt nog, toen ik aan het klimmen was net, van ik heb de hit al mijn watch om. Ik heb hem gewoon niet afgedaan. Fucking stupid, dat ding schiet af terwijl ik echt het zwaarste struggle om daar op te klimmen. Stenen die klapten los, kon niet aan beet houden. Zat met mijn vingers vast aan smalle randjes. Het ging niet, man. Volgens mij valt dit echt super hard op. Ik ga maar gewoon rennen. Daar zo zit gewoon beveiliging. Wij gaan gelijk naar boven. Daar zie ik al de trap. Ik vind het jammer dat Tim hier niet bij is. Gelukkig heb ik Jim bij me. Ben ik niet alleen. Dan heb ik tenminste mijn horloge terug. Maar ga snel, oké? Okay? Let's go. 2000 zijn ze begonnen om dit gebouw te maken. En in 2004 zijn ze alweer gestopt. Nu staat het dus echt al 13 jaar soort van in aanbouw. Het is nog nooit afgemaakt. Ze hebben elk mogelijk toegang geblokkeerd. Het leek echt onmogelijk om erop te gaan. Of je moest echt een nat pak willen hebben en door de sloot willen springen. Het is best wel eng om hier in je eentje te lopen, wetende dat er honden zitten. Ah, fuck, en Devin en Jim zitten gewoon nog
In dat kasteel gaan superzieke beelden terugkomen, dat weet ik zeker. Maar je moest door een sloot heen. En ik heb mijn goede schoenen aan, want we hadden hier voor een gesprek. En mijn goede kleren. En ik dacht, ja, ik ga niet nu door die sloot. Ik dacht, dan haal ik wel een keer kaplaars of zo. Maar niet nu. En ik ga lekker terug naar Govert. Heeft hij ook weer even iemand bij zich? Want die staat er ook meer in zijn eentje voor die poort. Dit is ook nog. Kasteel. Daar is Devin nog. Tim die loopt daar in de verte op de field. Tim loopt daar zo. Hoi, oh, joh. Ik tril helemaal. Echt, ik tril helemaal. Iemand zat daar. Bij zijn huisje, bij de gele deur. Daar. Als je nu omkijkt naar boven. Oh, kut, hij keek. Gast. Ik ben super bang, echt. Dit is echt fucking ziek. Check dit. Nog iets hoger. We zijn nu echt op het topje. Er staat echt nergens op. Het is super hoog. Ik had niet gedacht dat we hier zouden komen. Helaas van de team, jullie zien nu wel hoe het eraan toe gaat bij hem. Govert. Er zit zo'n beveiligingshutje. Ja. Maar vertel. Ja, er zit zo'n beveiligingshutje. En ik zag die beveiligingsmensen staan. Ik weet niet of ze me zagen. Ja. Devin en Jim die zijn door die sloot het kasteel ingegaan. Maar ik dacht, ja fuck it, ik ga niet door die sloot. Nee, Govert staat ook al super lang te wachten, dus ik kom gewoon naar het hek. Ik heb Devin zijn tas wel meegenomen, scheelt weer voor Devin. Ik ga er overheen, man. Ik wil hier weg. Pas op voor die haken. Ja. Het is wel nog steeds raar dat ze daar nog steeds kon zijn. Maar ze zijn dus een sloot doorgegaan. Ja, er zat echt een dikke gracht zat ervoor. Devin probeerde via een soort tak naar de overkant te gaan, maar die zakte in. Dus Devin ging al sloot in. Holy shit. En toen wou hij op een muurtje klimmen en toen viel zijn horloge af. En die viel precies tussen een spleet. Jim die is naar de overkant gegaan, die heeft iets langere armen. Dus ik hoop dat Jim hem heeft kunnen pakken. Ik ga proberen nog een klein stukje in die paal te klimmen. Ik gewoon nog even snel een backflip. Moet ook gedaan worden natuurlijk. Ik klom daarin en die gast stond daar gewoon beneden in zijn tuin en ik keek deze richting. Ik weet niet of hij mij heeft gezien, ik hoop het echt niet, maar dit uitzicht is niet normaal ziek. Check nog even deze kant, man. Hier. Wij moeten zo snel mogelijk weer naar beneden. Ja, ik kan niet anders meer zeggen, het is echt ziek, maar echt sketchy. Alles op mijn horloge weer bijna vergeten. Gewoon bijna 200 euro gewoon kwijt. Dus even snel nog een kijk op de kelder. Er is niet heel veel. Vooral water en lege ruimtes. Maar nu gaan we snel terug. Oké, let's go. Werken met handen. Oké, we moeten nu weg. Wij gaan snel terug. Daarachter zitten ook auto's en alles. Maar daar leek het een stuk leger. Zodat dus we hier zo snel gewoon overheen kunnen gaan. Door het veld heen. En dan weer terug naar Tim en Govert. Nou kijk, als je hier staat, dan hoop je altijd maar dat het goed gaat daar zo. Hoe moet dat nou voor jou geweest zijn dat wij met z'n drieën daar waren? Ja, dat is helemaal gek. Best toen nu natuurlijk iemand zeven. Maar net stond ik hier en opeens belde jij zo met zijn heel gespannen stem. Ja, ik moest natuurlijk heel stil zijn. Gebeurd. Toen zei ja, Devin. En toen dacht ik, ja, Devin is meegenomen. Ja. Maar alleen maar het water ingevallen. Ja. Dat is ook heel kut. Ook kut, want je moet anderhalf uur terugrijden nog dadelijk. Maar goed, we komen er wel. Sowieso. En het is een vet avontuur. Zeker. Dus ze verdient zeker een duimpje omhoog, jongens. Oh ja.
Gast, daar zijn ze. Achter jullie! Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. We zijn op die toren gerezen, erin, erop. Echt? We zagen iemand die woonde in dat huisje daarnaast. Heel ziek, jongens. Keihard. Jim hier zo, echt een baas. Hij moest eigenlijk 6:30 thuis zijn. Volgens mij is dat te laat. Schoof dus hier zo. Ik heb spijt dat ik niet meer meegaan. Het was te heavy. Je ik gaat nog wel lekker zien, droog, maar je gaat ervan genieten. Man. Jij hebt je horloge nog, Box. Jij hebt je horloge nog. Ja, man. Ik heb hem ook gelukkig. En Tim hier zo, echt. Thanks, Tim, voor de support. Ja, sowieso. Jongens, maar en ik echt. Dacht, ik ga niet met natte shit terug. Nee, man. Het was te heavy. In de auto. Ik denk, gast, ik rij je alles. Echt, jongens, als dit niet minstens 2000 duimpjes omhoog, vriend. Dit heeft nog nooit iemand gedaan, denk ik. Maar eigenlijk dus, niks is onmogelijk. Het leek onmogelijk. Het is niet onmogelijk, maar je moet je spullen nat maken. Mooie boodschap. Ja, dus ja toch. Het is onmogelijk, dat jongens. Is sowieso. Keihard. Vooral niet na, er waren honden, mensen op het trein. Volgende keer, ze hebben we gewoon weer een fucking dik avontuur. Dan gaan we gewoon weer samen erop af en we moeten nu weggaan. Let's go. Kom eens, let's go. We gaan rennen. Kom. Kijk. We gaan wegrennen. Die man was daar zo. Die man kwam serieus met zijn hond om ons af te lopen. Bro, kom! Nu, kom! Kees, ik ben verdwaald. Ik ben verdwaald. En ik heb niks bij me. Ik dacht dat ik hier goed uit kan. Maar het lijkt wel alsof er gewoon meer en meer is. Ik ben echt al bijna 10 minuten hier rond aan het lopen. En check. Jongens, we staan hier in de bosjes. Ik heb gewoon verdeffen. We gingen de andere kant op. Moeten gaan. Vent kwam met zijn waakhond, kwam naar de fort. Gast, die gast is lijp, hè. Want zijn met zijn hemd en shit, hè. Alleen maar bos. Ik ben helemaal fucked. Daar naartoe. In de hoop dat ik eruit kom. Daar was mijn boom. Alle berenklauwen. En nu heb ik dit voor me kiezen. En dit, jongens, zijn allemaal brandnetels. Een heel veld vol met brandnetels. Hoe kan ik zo stom zijn om... gewoon de bosjes in te rennen met berenklauwen en brandnetels. Govert en ik zitten weer in de auto. We moesten het echt ineens super hard wegsprinten. Want er kwam een gozer aan met een waakhond. Het was geen beveiliger. Het was gewoon een dude met een gigantische waakhond. Het was die guy die daar gewoon woont. We hebben gewoon een mysterie opgelost. Hij woont daar gewoon. Kapot hard. Nou jongens, dit lijkt alsof het een soort pad was geweest. Dit is echt hemel. Op dit moment, na een dikke kwartier, als het niet langer is, in de bosjes lopen. Waar ik nu ben, is echt waar we begonnen. Als je even Govert's video checkt, dan zie je zeg maar echt het eerste stuk van hoe we eigenlijk überhaupt aankwamen. Ik heb echt nog weinig te rijden. Ik ben nu helemaal teruggelopen om naar de auto te gaan. En ik heb geen idee waar de auto is. Ik zit er echt even doorheen, wil ik net zeggen. Omdat ik de auto van Tim en van Tim niet kon vinden. En wat zat hij voor mijn neus? De auto van Tim. Maar Govert en Tim zijn nergens te bekennen. Ik ben hetzelfde pad waar we heen gingen teruggelopen. Ik zie twee jongens in de verte. Ik riep Tim, Govert. Ze draaiden zich om. En ik hoop dat ze het zijn. Nee, dit zijn ze niet. Geen camera, niks. Dit was echt het ergste. Nee, ik zie. Ja, dit was... Mijn camera is kapot gevallen. Nee. Ik heb alleen een fucking mobiel en portemonnee. Echt? Ze dachten, ja, jij was heel lang weg, dus ze dachten, we gaan jou zoeken. Oh, my god. Alles is aan de kant gekomen. Nee. Nee, echt waar. Echt waar. God. Echt, jongens, boys, dit was echt het ergste. Ik heb echt... Oh, joh, ik ben minstens een kwartier lang... ben ik door de berenklauwen en brandnetels gaan lopen. Ik dacht dat ik gek werd. We zijn weer met z'n drieën. Ja. Eindelijk. Echt, zorg dat deze video echt gewoon dat die door iedereen wordt bekeken. Zorg dat je abonneert. Ik ben nog nooit zo blij geweest om deze jongens te zien. Ja, en anders wij wel. Gewoon uitgeput. Bro, een uur lang zijn we uit elkaar geweest. Een uur lang heb jij door die berenklauwen moeten gaan. Ik werd gek, man. Ik werd gek. Dit sloeg abonneer helemaal echt, nergens laat het duimpje achter. Precies. Gooi ze omhoog. Jongens. Dat doe je het normaal niet. Dit was echt niet normaal. We hopen dat jullie dit ziek vonden. En we zien jullie snel, jongens. Later.
bezig. Heel helemaal. Ik wil helemaal. Geen idee.